Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft vandaag een groep kleinschalige goudzoekers van het Nieuw Koffiekampgebied aangehoord op zijn kabinet. De mannen mogen zich niet meer op het terrein van CGN Mining NV begeven en vragen Brunswijk aandacht voor het oplossen van het probleem. De functionaris heeft de goudzoekers enkele dagen ruimte gevraagd om te onderhandelen met het bedrijf. Hi. Ja, baby. New coffee camp. Dat kan niet eens een man of de man koffie nog een keer bezig voor. Maar je ook een paar jaar maar. De man heeft dat gewet, dat gito. Maar dat is snel gede man ook. Dat kan niet eens een de man of op. We zijn hier bij mij. De werking nodig van het bedrijf. Oké, maar kunnen we ze bellen straks? We kunnen bellen, maar. Van effect af aan mannen. Ja, maar praat morgenochtend weer met die mannen. Oké, dan maak ik een goede gesprek. Oké, oké. Geen probleem. Morgenochtend. Ja, dat is de maat. Hoor pas in zitten de maat, dat hier. Dan moende dat we hier toch? Dan moende. Dat gaan we nu naar voren. Ja, toch woensdag, donderdag, vrijdag. Even te maken. Hé, want dat je wel los hebt problemen, Paul. Dat is op jou toch? Dus we noemen jou jou. Ja, we noemen jou de woord. Dat is aan jou. Dus dan heb je jou weer aan de. Dus nu moet je aan de man jou daar wat patiëntie. Ja? Maar als je aan 50 tangen, dan is je ook wat ping. Dus we moeten geen rustig. Dat was het aan jou. Minister David Abiyamofo sprak de goudzoekers ook toe en deelde de vicepresident mee dat er morgen alle gesprek met CGN Mining zal worden gevoerd. Brunswijk heeft de goudzoekers beloofd er alles aan te doen om CGN Mining de ruimte te geven tot eind van het jaar nog te kunnen werken in het gebied.